Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Ik ben er vandaag weer even lekker op uit. Het is prachtig weer, het zonnetje schijnt en er is geen wind. Wat wil je nog meer? Hoe meer nieuws er was over nieuwe metaaldetectors en hoe gaaf die nieuwe metaaldetectors er ook zijn. Ik was vandaag echt eventjes toe aan oldschool zoeken. Technetics T2, heerlijk. Gewoon eventjes oldschool zoeken. Daarentegen is mijn eerste vondst gewoon een plat stukje lood waar je niks aan hebt. Maar ja, daar zal ik er vandaag nog wel meer van vinden. Ik wens jullie een leuke video en ik wens mezelf mooie vondsten toe. Ja, of het nou aan mij ligt of aan het land, dat weet ik niet. Maar stukjes lood en dit soort dingetjes komen... Stukjes lood en dit soort dingetjes komen wel naar boven, maar de echte vondsten blijven nog een klein beetje uit. Ja, hoeveel geluk kan je hebben in je leven? Hè? Ik bedoel, ik mag al helemaal niet klagen. Maar goed, we gaan door. Kijk eens wat leuk. Een accijnslootje, gok ik. Stettin. Wat staat er hierop? RMO of RM0. Ja, accijnslootje. Soms is de vondst nog niet eens zozeer bijzonder. Kijk, dit is een koperen ring van iets. En in sommige gevallen kom je er helemaal nooit meer achter waarvan het was. Hier zat het. Maar als je dan je gat een beetje uitpluistert, dat heb ik net gedaan. Hè? Je komt allemaal van die kleine potscherfjes tegen. En hier, dit is ook potscherfje. Hier komt... stukjes pijpensteel tegen. En dan weet je toch wel dat je op de goede weg bent. Dus soms moet je gewoon eens je gat, wat je gegraven hebt, gewoon eens even een beetje uitpluizen. Gewoon eens kijken, wat zit er nog meer in? Neem er even de tijd voor. Dan kom je altijd wel leuke dingetjes tegen die heel goed een tijdsindicatie kunnen geven. Kijk, zo zie je maar weer dat je niet altijd alles moet laten liggen waarvan je denkt dat het ijzer is. Hier zat een krakerig dingetje tussendoor, maar dat komt omdat hier ook een hoop niet-ijzeren dingen in zitten. Dus het was een beetje een dubbel gevoel. Het is gewoon hartstikke leuk, groot oud slot. Ja, niet middeleeuws, dat dan weer niet, maar wel gewoon echt een oud slot. Hartstikke leuk. Ik ga kijken of ik dit een beetje kan opknappen. Ja, er zal waarschijnlijk uiteindelijk niet zo heel veel van overblijven, maar ja, ik vind hem wel hartstikke leuk. Kijk, dit is wel weer heel erg leuk, discriminatie. Ik heb hier twee vondsten. Eén vondst nog in de kluit en een stukje ijzer. En als je dan het verschil ziet... Heel krakerig, licht brommetje. Waarschijnlijk hoor je hem door de vliegtuig heen niet eens. En dan de vondst in het kluitje. En ik heb de camera er even bij gepakt, omdat hij geeft best wel een heel mooi signaal. Dus we gaan hem even samen uitpakken. Ik pak de camera er even bij, richting hem op het kluitje, gaan we hem samen uitpakken. Oké, het kluitje. We gaan hem samen uitpakken. Ja, wat zit erin? Het is één. Het is één. Ja, wat is het? Een koper ringetje. Boa, 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 boa. Hij klonk zo mooi. Nou ja, het is niet anders. Beetje anders gevormd en hij is ook plat. Dus ik denk niet dat het een gordijnring is. Maar veel meer als dit kan ik er niet van maken. Ja, eigenlijk zijn deze muntjes alleen maar leuk als je ze echt heel goed vindt. Want net zoals dit muntje, dit is een leeuwencentje. En op het moment dat die uit de grond komen, dan lijkt het wel alsof ze... Hier, kijk. Dat verbrokkelt helemaal. Er blijft niks meer van over.
Heel slap raar materiaal is dat. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik zie hier een rondje. Hier. Dus ik moet hem er zo uit kunnen pakken. Ja. Oh, het is geen munt. Wat is het wel? Ik zie meteen al dat het een loodschijfje is. Daar hebben we de ouderwetse spijkerbroek voor. Nou, er staat niks op. Misschien thuis wel. Niet dat er in ene wel wat op komt te staan, maar met schoonmaken kom je misschien nog een lichte tekening tegen. Maar voor nu is het nog gewoon een leeg loodschijfje. Hé, hey, jammer. Ik zag echt zo'n heel mooi rondje hier. Oh. Ik denk, ah, hebbes, ik heb wat leuks. Oei. Nou, zo zie je maar weer dat je altijd je gat goed moet controleren. Kijk, een ontzettend leuk zeepbakkie. Van de vorige eeuw, denk ik. Hartstikke leuk. Nou, die gaat mee. Vind ik leuk. Maar de vondst heb ik dus nog niet. Het zal niet een metaalzeepie zijn. Even kijken. Een stukje lood. Weer een loodschijfje. Ooit een gewichtje geweest of iets. Nou, niet iets heel bijzonders. Maar het bakje vind ik wel heel leuk. Ik heb niet vaak genoeg zeggen, hè. Maak even je gaatjes netjes dicht. Zorg dat als die boer 's middags een rondje over zijn land heen loopt, dat hij niks ziet. Dat is hartstikke leuk, daar wordt hij blij van. Zo. Zie jullie hem leggen? Kijk, hier is de imprint. En hier ligt hij. Ja, dat is leuk. De eerste gesp van vandaag. Ja, leuk. Een knijtersignaal. Maar ja, ik denk een stuk van een kandelaar of zo. Of iets van een lamp. Ik weet niet. Het is versierd. En er heb iets op gezeten, wat er nu niet meer op zit. Maar dat zien jullie zelf ook wel. Het is trouwens hier prachtig weer. Maar als ik verderop kijk, kijk, daar komt regen uit de lucht. En ik weet niet of dat nou daar blijft hangen of dat die naar mij toe komt. En als die naar mij toe komt, of die dan leeg is als die bij mij is. Dus we moeten nog maar even zien hoe het afloopt. Kijk, dit zijn nou van die vondsten die je niet zo heel vaak heel vindt. Dat is een puntenslijper. En volgens mij, maar hou me even te goede, is dit een puntenslijper voor kaarsen. Dat is van lood. Of van tin. Goeie. En dan kwam hieruit het gluifje. Kwam het kaarsvet. En dan had je weer een mooi puntje, dan kon je weer een kaarsje aansteken. Leuk! Oh, er staat nog wat op. Nou, kan ik zo gauw even niet vinden wat erop staat. Leuk. Oh, ik zie het nou. Natuurlijk kan ik niet zien wat erop staat. Want het is Chinees. Of Indisch. Of Indonesisch. Of Kantonees. Hou me dat even te goede. Dit is wel weer een hele leuke vondst. Dit is een tapkraantje. Ja, hij is wel heel erg versmukkeld. Misschien dat ik hem wel schoon krijg, want in principe moet die muk er gewoon af kunnen. En dat is een vis. Zo ging die in de kraan. En dan kon je hem draaien. En dan zit hier ergens een gat, ik denk hier. Ja, er zit hier een gat. En op het moment dat het gat voor het kraantje kwam, dan liep de vloeistof uit het vat. En als je hem dichtdraaide, dan
was die dicht. Ja, simpelere uitleg kan ik niet geven. Een tapkraantje. En met dit laatste gladde duitje sluit ik de video af. Ik heb het gelukkig droog gehouden. Want er was echt een hele dikke plainsbui, maar die ging zo om me heen. Dus daar heb ik onwijs geluk mee gehad. Maar goed, het is tijd om te stoppen. Ik ga naar huis, ik ga mijn vondsten schoonmaken, ik ga de video editen. Ik ga lekker eten met Wilma en Daan. En dan gaan we op naar de volgende. En de volgende is waarschijnlijk zaterdag voor de Gerrit Rally. Daar zal ik aanwezig zijn, dus misschien zie ik jullie daar. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.